We zijn vandaag in Hoorn en we zijn bezig met de bontekoe-race. En je kan het een beetje vergelijken ook met scootjes, Sielen. Oude traditionele schepen die rondvaren op het IJsselmeer. Elk schip die is bezig voor zichzelf. Want doordat je geen rating hebt, weet je ook eigenlijk wel waar je terecht komt. De schepen die langzaam zijn, zullen nooit eerste worden. We hebben dus wel voor de eerste een bekertje, maar dat krijgt hij jaarlijks weer. Ja, en dat maakt ook niet uit. Maar daarnaast hebben we altijd een grote loterij van sponsors die alles schenken. Dat doen we in de verloting, zodat iedereen een gelijke kans heeft. En we bouwen er een heel groot feest omheen met muziek vanavond en gekke dingen op het houten hoofd in Hoorn. En dat iedereen het naar zijn zin heeft en dat het een leuk feest is voor iedereen als afsluiting. Racen met grote zeilschepen is altijd op het scherp van de snede, want je race altijd om te winnen. En altijd om, zeg maar, als je normaal achtste bent, om zevende te worden. En daarin is ook een bloedfanatieke concurrentie. Maar daarnaast zijn het ook je collega's waarmee je aan het racen bent. En daar lig je een jaar lang mee in de havens. En het is eigenlijk een hele kleine gemeenschap die dat doet en die heel nauw verbonden is. En die gezelligheid samen en leuk in de havens liggen bij elkaar en bij elkaar gaan buurten. En dat geeft een bepaalde band. En ook in die race en in dat feest komt dat terug.